natuurlijk heel bijzonder, want ik kan nu al kijken wie de sterren heeft. Hè. Dat is heel dit is het hoogste bieder. Het regende vandaag sterren in het De La Mar Theater in Amsterdam, waar André van Duin de eerste Michelin-gids 2018 kreeg overhandigd. Ons land telt nu 108 toprestaurants die in de prestigieuze gids staan. Wat ik nu van binnen voel is ongelooflijk. Ja. Had je er op deur voor hopen? Ik zag je op dat podium, je was helemaal overdonderd, hè? Ja, het is iets wat eigenlijk niet te beschrijven is. Het is een gevoel van emotie, blijheid, omdat je daar zoveel passie in steekt en je bent daar elke dag zo druk mee. En ja, had je het verwacht, had je het niet verwacht? Ja, natuurlijk niet, want je gaat hier met een 50% kans heen. En als je dan je naam op dat scherm ziet, dan is dat een moment. Ik dacht dat ik mijn ogen dicht deed en dat ik even naar mijn handen keek en dat ik dacht van dit is niet normaal. We hebben met z'n allen al gewerkt. Hè. We zijn natuurlijk een heel team en we hebben natuurlijk al lang die podium geplaatst met zilver. Ja, nu vandaag eindelijk de gouden plak. En we wachten natuurlijk eerlijk gezegd, we wachten wat jaren op. Maar die jaren hebben ons ook weer gesterkt. Hè. We zijn sterker geworden qua bedrijf. Hè. We hebben een gezond bedrijf, hè, financieel afhankelijk. En we hebben waanzinnig goede brigade staan. Ja, dus we hebben nu moment om ook denk dat we de derde ster kunnen dragen. En ik denk dat dat ook een belangrijke factor is. En dit is natuurlijk het mooiste wat er is. En, er wordt echt geen sleur of zo. Het is gewoon altijd weer spannend of we het voor elkaar krijgen of niet. Hoeveelste is dit inmiddels? Ja, vanaf 2004. Vanaf 2004. Dus 13e jaar. Ja, het is 13e jaar, ja. Het is toch altijd weer fijn dat je dan in die zaal zit en dan zie je dat bord en dan ik dan zwollen. Dat dan toch weer eventjes daarop komt te staan. Dat is wel echt een lekker gevoel. We zijn toch allemaal een beetje zenuwachtig, hoor. Wat zou je tegen het team willen zeggen? Hey boys, hartstikke bedankt en dankzij jullie mogen wij hier weer staan en heb ik weer een nieuw jasje van Michelin gekregen.